heel hard. Ja, en hij vlocht ook een rondje door het bos gaan maken. Als je klaar bent, mag je het kaartje weer inleveren. Dan krijg je een voetje en een cadeautje mee. Als je klaar bent. Nodig niet. Goed? Nou, ik zit hier vanmiddag bij de inschrijftafel. Dus de kinderen die binnenkomen, die kunnen hier een envelop inleveren. En een deelnemerskaart. Als ze klaar zijn, mogen ze het kaartje weer inleveren. En krijgen ze een speldje. In de vorm van een voetje. En een cadeautje. Dit jaar hebben ze geen thema. Maar UNICEF is natuurlijk een organisatie die zich inzet voor de rechten van kinderen op de hele wereld. Dus er is geen speciaal thema dit jaar. Er zijn kinderen die 1 rondje lopen en er zijn ook heel veel kinderen die wel 10 rondjes willen lopen. Ja, het is ontzettend leuk. Er is veel te doen in het bos. Dus ze vinden het erg leuk. Wat denk je? Hou je het droog vanmiddag? Ik hoop het wel. Hey, go! En terug, hè? Ben je gewonnen? Nee. Jongen! Ja, die kan het gewonnen! Oké. Zullen we verder gaan? En daarom gaat ze nu meteen maar naar haar bedje toe. Ze pakt haar liefste knuffeltje en zet ze netjes neer. Haar zachte witte schaapje en haar bruine teddybeer. Ze pakt haar poesje en haar aap en ze legt haar pop erbij. En ze zegt: we gaan zo slapen, want de dag is weer voorbij. Ik ben niet zo'n man.